Harry van Ham, als ik dit zo zie, lijkt het op een oeroud geval van never change a winning team morgen. Ja, 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 dat klopt. Ik ga niks veranderen. Ik bedoel, dat is ook niet nodig. Het team stond er. We hebben toch wel uitvoerig gekeken naar de beelden van afgelopen vrijdag. Ik vind gewoon dat er meer in zit en je moet meer rendement halen uit de kansen die je krijgt. Maar goed, dat zal in het begin nog met vallen of staan gebeuren. Maar gaandeweg moeten we daar wel beter in worden. Is het ergens ook een truc uit het trainersboek om juist na zo'n 5-0 zege om dan kritisch te zijn, omdat de spelers er dan misschien ontvankelijker voor zijn? Ja, ik hou niet van trucjes. De realiteit is dat er heel veel talent in deze groep is. En zij moeten niet tevreden zijn. Zij moeten gewoon per individu beter worden. Worden zij beter, wordt het team ook beter. En belangrijk is dat ze beseffen dat je ook wedstrijden hebt en krijgt waar je misschien maar 1 of 2 kansen krijgt. Ja, en als je die dan benut, dan win je ook wedstrijden met 1-0. En we hadden net een fantastische aanval op de training. Opbouw van achteruit, positiespel, geweldig. En dan komt Jeroen alleen voor de keeper en dan schiet hem over. Ja, dan is het fantastisch, hartstikke mooi, open doekje, maar je scoort niet. En daar wil ik naartoe en daar moet deze groep ook naartoe. Ja, en die felheid die zien we ook terug. Hè? Als we jou zien coachen op de training, de bevlogenheid, het wordt er echt ingeramd. Ja, nou ja, ingeramd. Ik wil dat ze beseffen dat, kijk, de manier van spelen, hè? Wat doen we? We willen een man meer hebben op het middenveld. Nou, dat betekent dus dat op het moment dat je daar de bal hebt, dat je daar ook zuinig op moet zijn. En dan de juiste momenten gaan kiezen. Goede keuzes maken. Wanneer kan je de buitenspeler inspelen als je op 1-1 staat? Zijn er 2, 3 verdedigers eromheen? Ja, dan haal je hem uit en dan ga je weer opnieuw beginnen. Weet je, zij moeten beseffen dat op het moment dat wij de bal hebben, en wij kunnen aardig positiespel spelen, Dan kan er niks gebeuren. En niks vervelend is om achter je tegenstander aan te lopen. En nou, je merkt, soms gaat het heel goed. En er zijn ook momenten dat je de verkeerde keus maakt. En ja, dan zet ik het stop. Klaar. Laten we ook niet vergeten, een paar weken terug leiden jullie zelf nog een ruime nederlaag. Hè? Nu winnen jullie zelf heel ruim. Is die wisselvalligheid ook iets waar je op hamert dat dat eruit moet? Ja, uiteraard. Kijk, het heeft niet zozeer de wisselvalligheid. Want ik vind dat wij daarna het heel goed opgepakt hebben. Topos had ook 7-8 goals op moeten leveren. En nou, Fortuna uit, die het behoorlijk moeilijk heeft thuis. Maar waar wij de toon zetten en 75% balbezit hebben en 15 kansen hebben gecreëerd. Ja, dus de wisselvalligheid is er wel, omdat het gewoon jong is. Maar ook nog omdat het gewoon even een tijdje nodig heeft om het systeem waar we spelen, om dat echt te fine-tunen. Ja. Lima is weer terug, maar niet gelijk in de basis. Kun je dat nog toelichten tenslotte? Nou ja, die heeft een aantal weken niet voluit kunnen trainen. We hebben wat last van zijn knie. Deze week eigenlijk voor het eerst weer erbij. En ja, en nogmaals, het staat goed. Dus ik heb geen reden om te wisselen.